Veel uitvindingen maken ons leven makkelijker. Dat geldt ook voor bedrijven. Zij produceren nu anders dan vroeger en leveren hun diensten op een andere manier. Een aantal jaar terug betaalden de meeste mensen nog contant. Nu is pinnen heel normaal. Maar hoe betaal je over 10 jaar? De pinautomaat was een technologische ontwikkeling. Technologische ontwikkelingen zijn alle uitvindingen waarbij nieuwe kennis van technieken wordt gebruikt. Er zijn steeds nieuwe technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld van nu is het contactloos betalen. Bij technologische ontwikkelingen verandert de productie. Als machines het werk van mensen overnemen, dan noem je dat mechanisatie. Steeds vaker zorgen computers voor de aansturing van de productie. Dat noem je automatisering. Machines en computers die je gebruikt verslijten. Daardoor worden ze geleidelijk minder waard. De jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed noem je afschrijving. Maar hoe doe je dat eigenlijk, afschrijven? Een voorbeeld. Je koopt een graafmachine voor 68.000 euro. De graafmachine gaat 8 jaar mee. Wat is de afschrijving? Gebruik de formule. Afschrijving per jaar is aanschafprijs gedeeld door aantal gebruiksjaren. Je deelt de aanschafprijs van 68.000 euro door de 8 gebruiksjaren. Je krijgt dan 8500 euro. Je afschrijving per jaar is 8500 euro. Technologische ontwikkelingen. Nieuwe kennis van de techniek en nieuwe uitvindingen. Mechanisatie. Machines nemen het zware werk van mensen over. Automatisering. Computers en computerprogramma's sturen de productie aan. Afschrijving. De jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed.